Weet, wij hebben natuurlijk vroeger heel veel oude games gespeeld. Toen niet, toen waren het nieuwe games. Ja, toen waren het gewoon games. Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, dingen als Rollercoaster Tycoon, Commander Keen, Pong. Pong, ja. Maar vooral, en een sequel. Ja, echt, hè? Ping. Ja. Oké, door. Ja, ja, Rollercoaster Tycoon, dat blijft natuurlijk in ons hart zitten. Er zijn onlangs wel wat Rollercoaster games verschenen, maar volgens mij is Planet Coaster toch wel een dingetje aan het worden. Ja, Planet Coaster is de nieuwe rollercoaster. Hè. De makers van de oorspronkelijke Rollercoaster Tycoon-serie, dat is Frontier Games. Anywho, die hebben gecrowdfund grotendeels Planet Coaster. Dus het is eigenlijk de echte opvolger van Rollercoaster Tycoon 3. En dat is werkelijk aan alles te merken. En ja, er is ook een Rollercoaster Tycoon World. Dat is onder de licentie van Atari, maar een andere studio. Ja. En die game moeten we nog reviewen, maar de geluiden zijn wel minder positief dan over Planet Coaster. Ja, want Planet Coaster schijnt wel echt een hele goede rollercoaster game te zijn. Want dat... Ik had de beta 18 uur gespeeld en inmiddels zit ik bijna op 50 uur. Jezus. Bam. Dat is normaal, joh. Ja, in een weekie, hè? Ja, in een week. Ja, maar ik heb echt een hele mooie park nu al gebouwd. Ja? En vertel eens, de essentie van Planet Coaster, wat kun je allemaal? De essentie van Planet Coaster is dat het bouwen leuker en uitgebreider is dan ooit. En makkelijker is dan ooit. En het management is terug en zo. Maar het bouwen is vooral wat heel knap is. Weet je, huisjes bouwen is niet meer in het luchtledige bouwen. Weet je, als ik één muur neerzet, dan maakt hij er al gelijk een soort van grid van dat je daar je pand op kan bouwen. Dus dat je direct alle muurtjes goed eromheen kunt zetten. En dat is zo prettig, want je kunt daar zoveel mee. Kun je gewoon lekker een huisje bouwen, zet je de ingang van de rollercoaster erin, laat je de rollercoaster het huis uitgaan. Die rollercoaster kun je helemaal in 3D precies maken zoals je wil, overal doorheen, waar je wilt. Echt zo uitgebreid. Je kunt zelfs een rollercoaster neerzetten en dan de grond, als je die ophoogt, gaat die er omheen. Dus dan heb je gewoon een grot. En dat kan ook met paden en met... Het werkt zo ontzettend goed. Dat was vroeger niet. Nee, dat was vroeger niet. Dat was echt lastig. Ja. En ook sowieso bouwen was vroeger veel moeilijker dan nu. Dus het is veel toegankelijker geworden, dat is het eigenlijk. Ja, want vroeger was je inderdaad gebonden aan dat je zelf onder de grond moest bouwen en tot een bepaalde diepte. Ja. En dat kan, ja, dat zal nu ook wel zijn, het is nu niet zijn, tot de lava korst. Nee. Dat kan niet. Dat zou wel vet zijn. Bezoekertjes in brand. Ja. Maar je kunt hem ook gewoon al op een berg zetten en dan nog de berg nog hoger maken. Of je graaft een stukje in en dan krijg je hele grotte gangenstelsel waar je gewoon die coaster neerzet. Het is zo vet. Je kunt een coaster boven grond bouwen, in theorie, en er een berg overheen laten vallen. Dat is wel heel vet. Het werkt zo intuïtief en zo vet en het bouwen van coasters is daardoor zo... Nou ja, je fantasie is de limit eigenlijk. Dat is het. Ja, maar is het zo dat je alle rollercoasters bouwt of kun je hoeveel vooraf gesteld? Ja, er zijn gebouwde... qua coasters is er echt genoeg. Er zijn meer dan 20 rollercoasters en qua coasters vind ik dat wel echt prima. Ja. Alleen qua kleine attracties, er zijn net zoveel kleine attracties, vind ik dat echt veel te weinig. Dat is een van de nadelen van Planet Coaster is gewoon, ik vind de gewone attracties, het reuzenrad en het ruimmolen. Echt te weinig. Zeker omdat ik nog weet wat er allemaal was. Ik bedoel, vroeger was er zo'n simulator was er. Er was vroeger zo'n speedboot, die zo met water, weet je wel. Er waren vroeger zoveel attracties in Rollercoaster Tycoon 3 alleen al. Laat staan in 2 en 1, dat ik denk van, hoe moeilijk kan het zijn? Meer content, weet je, na 20 attracties, het is gewoon niet genoeg. Zeker als je 20 vierkante kilometer hebt die je kan vullen. Dat is gewoon dan bouw je 3 keer dezelfde attracties. Voilà. En dat wil je gewoon niet. Qua rollercoaster vind ik dat niet zo erg, want die zijn lang en groot en bla bla. Maar qua kleine attracties had ik veel meer gewild. Het watersysteem werkt namelijk prima in de game. Je kunt gewoon een gul graven, je kunt een hele rivier maken. Dat werkt super prima. Er is alleen geen waterattractie te bekennen. Alleen de boomstammen, maar niet zoals in Rollercoaster Tycoon 3. De speedbootjes, de roeibootjes, de zwanen. Dat je er met een radarboot doorheen kan. Allemaal weg. En ik vind dat echt heel jammer. Omdat ik het idee heb dat het minste werk is van alles. Ja. Ja, dat zullen ze waarschijnlijk in de toekomst nog wel eraan toevoegen. Ja, dat is ook wel wat ze zeggen. Het is, nou, zoals ik zei, een deels gecrowdfunded game. Er komt ook al wel meer spul bij, nu al binnenkort. Alleen, ik vind qua basiscontent, vind ik het qua attracties net te weinig. Het geldt ook qua thema's. Ja, alle thema's zijn terug. Dus dan heb je over piraten, over sci-fi, over cowboys en prinsessen. Alleen ik vind er net even iets te weinig, hoe heet het, van die,
van die animatronics, van die bewegende dingen. Weet je, qua huis is allemaal prima. Huis is er genoeg, je kan kastelen bouwen. Te weinig entertainment eromheen. Ja, hallo. Dat is maar het bouwsysteem is wel echt heel erg diepgaand, zoals het klinkt. Ja, volgens mij, hoe is dat met het management? Want vroeger kon je natuurlijk alles managen. Ja, je praat met de makers van Rollercoaster Tycoon 3. Dus die hebben eigenlijk hun basis van het vorige deel wel meegenomen. Dat betekent dat je kunt gewoon je personeel aannemen. Dus je schoonmakers en je engineers monteurs. Je entertainers kun je aannemen, ook de mensen die in je winkeltjes zitten. Winkels zijn heel belangrijk als je veel geld wil verdienen. En die winkels die kun je dus ook helemaal met panden eromheen bouwen, dat is echt super vet. Anyhow, die moet je ook tevreden houden, je kunt ze trainen. Als je ze beter traint, dan willen ze ook meer geld. Maar als je ze meer geld geeft, dan gaan ze ook beter hun best doen. Je kan je toegangsbewijzen, kaartjes, kun je prijzen bepalen. Je kan lenen, je kan nieuwe coasters onderzoeken. Alles eigenlijk wel terug wat je gewend bent van deel 3. Ja. Marketingcampagnes. Met het grote verschil is dat je nu ook Fastpass lanes hebt. En dat zijn echt moneymakers, jongens. Dan ga je gewoon bij de infodesk en dan kunnen mensen een Fastpass kopen. En dan maak jij je kan nu in elke rij kunnen een snellere rij maken voor die mensen. En dat is echt een moneymaker. Dat is awesome. Maar dan ben je niet verplicht natuurlijk. Nee, je kunt er inderdaad voor kiezen om dat niet te doen. Ja. Het is ook veel werk om het wel te doen, want je moet elke rij moet dan een Fastpass lane hebben. Ja. Maar dat werkt wel prima. Ik vind het heel leuk bedacht. Want elke attractiepark doet het trouwens tegenwoordig ook. Dat is wel vet. Maar hoe zit het met het researchen van attracties? Want ja, je krijgt met research krijg je natuurlijk nieuwe attracties. Is dan wordt dan het aanbod groot of is het totale aanbod groot? Nee, het totale aanbod is te gering. Want je wordt in het begin ook een beetje beperkt met het aantal attracties die je hebt. Dat vind ik niet erg, want ik vind het tof om te denken binnen de kaders die je hebt. Ik vind de missies ook leuk, weet je wel, dat je een noodlijdend park met $20,000 schuld. Ja. Dat is in de game heel veel. Ik weet dat het voor een attractie in het echt niet zoveel zou zijn, maar in de game is dat veel. Dat je €20,000 schuld hebt en dat je die moet aflossen en dan toch nog succesvol. Kijk, ik hou van dat soort missies. Dat is heel tof. Maar je kunt ook free mode bouwen, dan is er geen geld. Dan is alles gratis. Vind ik zelf heel top, heel stom. Je kunt ook een heel groot leeg veld maken, maar dat het wel met geld gaat, dat vind ik wel leuk. Want ik ben gamers net, ik wil money's maken natuurlijk. Ja, maar het is sowieso vet om dat management systeem erin te hebben. Want je hebt natuurlijk winkeltjes, je hebt natuurlijk, daar kun je de prijzen van bepalen. Maar je kan, neem ik aan, ook voor elke attractie je prijs bepalen. Ja, voor elke attractie en voor je ingang. Ik vind het alleen jammer dat er niet de optie in. Er zat het vorige deel wel in. Dat je kon zeggen, ik wil dat allemaal attracties gratis zijn, want ik verdien mijn geld bij de ingang. Ja. Dat hebben ze eruit gehaald. Dus dat moet je allemaal handmatig doen. Dus elke attractie die je bouwt, die rekent automatisch een entry-prijs. Ja, een bedrag. En als het nou heel druk is, maak je het bedrag iets hoger. En als het rustig is, maak je het bedrag iets lager. Ja. En zo maak je het hele management systeem. Ik heb een park die begon met 0 en ik heb nu ruim $130,000 op de bank. Dus het kan als je succes hebt. Ja, maar het klinkt ook best wel dat het lekker diep gaat en dat je heel veel weer kan regelen. En dat vind ik ook heel tof. We hebben zelf onze eigen gameplay van mij hebben gecaptured voor deze review. Dus die zie je nu over deze review. Je ziet hoe ver ik ben met het bouwen. Vet. En ik geef de game een 9 met de grote kanttekening dat ik het echt te weinig content vind qua water en qua algemene subattracties, kleine attracties. Ja. Zeker omdat ik zoiets heb van het moeilijkste heb je nou al gedaan. Ze hebben volgens mij een jaar gewerkt, hoorde ik van iemand van de community aan de houten coaster, hoe dat allemaal werkt. Dus dan denk ik, het moeilijk heb je nu gehad, maak meer content, maak ons blij. Awesome.